Wat verwachten jullie vanavond van deze Lustrum-editie? Een beetje afwachtend, omdat het is de eerste keer dat we het in Mechelen doen. In Antwerpen zijn we ondertussen geroutineerd, dus we hopen dat het hier hetzelfde wordt. Ik denk dat er in elk geval heel goede kandidaten tussen zitten, dus we kijken er heel hard naar uit. In 2008 organiseerde Moonrise Productions talentendagen landen in Lokeren. En ze hadden mij toen gevraagd om in de jury te zitten. Ik vond dat een heel leuk concept. Maar achteraf hebben zij besloten om daar niet meer mee verder te gaan. 5 jaar geleden zijn wij dan in Mechelen gestart met de Muse. En toen dachten we van, tja, misschien moeten we dat concept van Talent der Lage Landen verder gaan uitdiepen. En dan hebben we bij de mensen van Moonrise Productions gevraagd van, kijk, jullie doen daar niks meer mee. Mogen wij daar terug mee verder gaan? En ze zijn daar onmiddellijk mee akkoord gegaan. De finale gebeurt met een liveband. Dus dat zijn dingen die we hebben aangepast tegenover de eerste keer. Het blijft natuurlijk een wedstrijd, dus ik denk dat het voor alle kandidaten wel spannend is om te zien hoe we het gaan doen allemaal. You're my flashlight. Er waren ook kandidaten bij die wel een beetje tijd nog nodig hebben om op een niveau te staan. Maar ik denk nadat er witte rook was, dat we er toch de beste hebben uitgekozen. Als we de scores zagen die we de artiesten hadden gegeven, dan kwam dat eigenlijk tamelijk goed overeen. Maar wel eens 1 of 2 puntjes een verschil, maar niet extreem. Jij bent door als finaliste naar de halve finale. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt onbeschrijfelijk. Ik had het niet gedacht, maar het voelt heel fijn. Ja. Volgend jaar hier in Mechelen terug hopelijk, of anders met de halve finale in Theater aan de Stroom op de Antwerpse Linkeroever.